voor de vrijwilligers van de Noorderboog en de Stouwen. En er zijn twee dames die mij daar een heleboel over kunnen vertellen. Ina, hoe kom je tot dit programma? Ik ben al jaren vrijwilligerscoördinator bij Noorderboog. En in ons vrijwilligersbeleid staat dat we vrijwilligers horen te scholen. Een stukje onderricht te geven. Het hoeft niet zozeer een scholing te zijn, maar wel een stukje onderricht. Wat meer duidelijkheid over ziektebeelden, over rolstoelrijden en dergelijke. En al jaren probeer ik dat te geven. Dat doen medewerkers van onze organisatie. Maar iedere keer loop ik er tegenaan van, ja, het wordt wat ad hockerig gedaan. Ik zou dat wat meer in een grotere vorm willen gieten. Ik heb veel contact met Roelie Djirlau, mijn collega van de Stouwen. Dus we hebben dat samen opgepakt. Heb je veel vrijwilligers gekregen? Je bedoelt vandaag in deze dag? Samen hebben we een kleine 190 vrijwilligers gehad vandaag. Nou, dat is een mooie groep, vinden wij. Is dit de eerste keer? Nee, 2 jaar geleden hebben we dit samen opgepakt. Dus dit is nu onze 2e keer. En weer met groot succes. Hoe zag het programma eruit vandaag? We hadden een 7-tal onderwerpen. De vorige keer, de eerste keer, hadden we 9 onderwerpen. Maar we hadden toen al wel een beetje de indruk van dat is te veel. Ook gezien de ruimtes. Nu hadden we 7 onderwerpen vandaag. Daar zat in rolstoelrijden, CVA, een beroerte. Dementie, presentatie en hygiëne, welzijn en welbevinden. We hadden een kwaliteitsspel, dat deden de dames van het servicepunt vrijwilligerswerk. En we zijn ook heel blij dat die samenwerking er ook is, want daar hebben we ook heel veel contacten mee met het servicepunt vrijwilligerswerk in Meppel. De tweede dame die deze vrijwilligersdag georganiseerd heeft is Roelie Djirlau. Roelie, er was iets bijzonders vandaag betreffende. We zijn gestart de dag met een goede binnenkomen, denken wij. Mevrouw die we 2 jaar geleden ook gehad hebben, Marijke Kots. Zij doet aan theater en ze heeft dit jaar een stuk gedaan over communicatie. Haar naam is dus Marijke Kots, maar ze ging onder de pseudoniem Willemien Bel. Met dubbel L, zei ze zo mooi. Wat enig dat u er allemaal bent. Kunt u mij verstaan? Ja? Oh heerlijk. Mijn naam is Willemijn Bel. En ik ben door de organisatie gevraagd om met u te praten. En hoort u het goed? Praten over communicatie. Hoe werd er gereageerd? Ja, perfect, want zij maakte zich daar van tevoren best wel wat zorgen over. Ze zegt, meestal in deze contraien van Nederland zijn de mensen iets behoudener. En ze hoopte dat er toch wel respons uit de zaal kwam. Nou, die kwam er zeker en daar kon ze ook op een hele mooie manier op ingaan. We hadden een vrijwilliger Joop die ze op een gegeven moment op het podium heeft gehaald. Joop was van de Noorderboog. En vrijwilliger Femi van de Stouwen en die zijn er op een hele leuke manier mee omgegaan. Dus dat, ja, dat gaf meteen een hoop plezier in de zaal. Wanneer gaan jullie weer een vrijwilligersdag organiseren? Zoals het nu lijkt, maar dat ligt ook een beetje aan of we de gemeente weer mee kunnen krijgen. Want daar hebben we toch deze mooie entourage helemaal van gekregen. Maar we hopen dat we het over 2 jaar weer kunnen doen. En dat is ook afhankelijk wat er uit de evaluatieformulieren komt. Of de vrijwilligers daar weer behoefte aan hebben natuurlijk. En ik vertelde net nog aan iemand van de catering. We hebben 1000 zoveel uitnodigingen op de bus gedaan. Als die allemaal gekomen waren, hadden we denk ik wel een probleem gehad. Maar dit is gewoon een hele mooie opkomst. Mag ik je bedanken voor dit interview? Graag gedaan.